hier hebben we dan de nasi nog. Vaak foutief nasi peer genoemd. Ja, hè? Maar nasi noemt, is eigenlijk het Japanse woord voor peer. Dus dan zeg je eigenlijk peer, peer. Dus eigenlijk gewoon dus, nasi. Mag geen nasi peer meer zijn, maar is het nu een peer of een appel? Het is eigenlijk een peer. De wetenschappelijke naam is Pyrus perifolia. Eigenlijk ja. Is het... in het Nederlands bestond vroeger de naam zandpeer. Zandpeer. Omdat de vruchtjes vaak zo'n korrelvorm erbovenop hebben. Mm-hmm. Dus dat hangt ook af, dat is rasgebonden. Ja. Maar dus eigenlijk, in Europa hebben we voor de gewone peer, onze peer, hebben we veredeld. Dat is een andere, het is een neven, het zijn twee kozijns van elkaar. En in Azië is men met de Pyrus perifolia aan de slag gegaan. En dat heeft deze opgeleverd. Dus het verschil met onze peren is dat die enerzijds de boom eigenlijk weinig tot niet ziektegevoelig is. Ja. Wat bij onze peren steeds een groter probleem wordt. Ja. De vruchten smaken aan als peer, maar een heel sappige peer, maar ja, die toch krokant blijft. Dus dat is het leuke eraan. Het grappige is dat die vaak in appelvorm voorkomt. Dus het is een peer die eruit ziet als een appel en smaakt naar een peer en sappig is als een rijpe peer. Een dus, appelpeer. Ja. Maar dus je hebt peervormen en appelvormen. Dus ja, er zijn ook, volgens het ras zijn er ook smaakverschillen en zo. Maar ja. Dus dat is eigenlijk het geheel. Ik ben er eigenlijk wel een beetje verliefd op geraakt als peer. Dus voor mij mijn groot fruit, mijn lieveling. Ja? Ja. En de vormen, heb je dat zowel in laagstam, halfstam en hoogstam? Ja, dat kan. Dus deze is eigenlijk laagstam geënt en toch op een kleine stam gezet. Ja. Dus eigenlijk de stamhoogte zegt niks. Het is de hoogte van... enting die bepaalt of halfstam, laagstam of hoogstam is. Dus laagstam is onder de halve meter geënt, hoogstam boven de 1,80 meter. En alles daartussen is halfstam. Ja. Maar je kunt dan nog altijd, zoals we hier gedaan hebben, er een stammetje insnoeien. Als de fruitsoort sterk genoeg is om dat te doen, kun je dat op eigen stam... En dan zeggen we dat het ras de stam gemaakt heeft, wat hier gebeurd is. En dus het is niet ziektegevoelig? Bijna niet, dus niet zoals bij onze perenpokkenmeid en zo. Blijkbaar heeft hij dat nog niet ontdekt. Hè. Ik hoop dat dat nog lang zo blijft. Laten dat ze houden, hè. Ja. Veel ziektes die eigenlijk op peren voorkomen, vind je niet hierop. Dus eigenlijk in een gewone tuin of in het systeem van een ecosysteem past die eigenlijk heel makkelijk in. Ja. En je moet wel rekening mee houden dat nasi ook bestuivers nodig heeft. Zoals veel van onze perenrassen, dus ofwel onze peer, een peer van hier, ofwel een andere nasi. Ja. En dus het is de bedoeling dat je die dicht bij elkaar zet? Of, ja, toch binnen bijvliegafstand zal ik het zeggen. Dus, nee, ik snap het. Ja. En ze bloeien ongeveer, ze bloeien gelijktijdig, dus je hebt ook het risico dat bij een late nachtvorst dat de bloemen ook wel eens geraakt worden. Ja. Dat is het enige. En heb je favorieten daarbij? Van een rassen? Wel, dit is Niizeki waar we bij staan. Niizeki. Niizeki? Niizeki, ja. Dat is een beetje Japans. Ja, wel, en dat is een hele lekkere. Ja. Dat is niet de dikste, maar het is een hele lekkere. Je hebt Kozoi, Hozoi zijn heel lekkere. Ik eet ook heel graag Titu-peer. Die noemt Titu, dus dat vind ik ook een hele goeie. Die heeft echt die peervorm. Ja. Dat is een hele harde, ook veel later. Deze rijpt af in augustus. En dan heb je andere rassen die later zijn. En de Titu die is bij ons heel laat. Okay. Dan zit je al tegen oktober aan dat die oogst rijp is. Dus hier kan je ook eigenlijk het seizoen spreiden. Ja, en het leuke ervan is, dat hebben we eigenlijk ooit per ongeluk ontdekt. We hadden er in de koelkast gelegd om te bewaren voor op een plantenbeurs te tonen. Ja. En dan waren er twee blijven liggen. En die heb ik met kerstmis ontdekt en die waren nog perfect eetbaar. Dus van augustus geoogst tot in december. 5 maanden? Ja. Gewoon in een gewone koelkast, niks speciaal gedaan. Gewoon in de groentebak blijven liggen. Dat is commercieel eigenlijk ook heel interessant. Ja. Dus dat was, maar ook voor de particulier, als je er wat over hebt en je lust ze, je kunt ze heel lang bewaren. En die waren eigenlijk oogstrijp. Dus, Dus eigenlijk, nasi is heel breed inzetbaar, zowel laagstam of hoogstam of alles daartussen. Ja, in een voedselbos en je zegt ik wil ze als hoogstam gebruiken, het kan. Het oogsten is een stuk lastiger. Ja, inderdaad. Dat is het nadeel van hoogstam. Hier valt dat nog mee. Ja, ja. Dat is wel flink uitgegroeid. Dus. Ja. En daar heb je er nog een paar andere staan. Ja, dus andere rassen. Dus we zijn op zoek welke rassen ons het meest bevallen. Of ze het allemaal even vlot doen in ons klimaat. En er zijn heel veel variëteiten. Het is gewoon, daar is nog weinig praktische kennis van. Je leest tegenstrijdige dingen in boeken.
Dus zeggen we van, we gaan het zelf uittesten, dan weten we wat kan, wat niet kan. Dus. Ja, oké. Okay. Well, en die hebben we in snoervorm gezet, dus eigenlijk in palmetvorm. Ja, ideaal.